Natuur en ecologie. Landgoed Oosterheide en de Vrachelse Heide behoren beide tot de groene, ecologische hoofdstructuur. Door middel van een faunapassage dienen de beide gebieden met elkaar verbonden te worden. Daarmee wordt invulling gegeven aan het provinciaal beleid dat op deze locatie een ecologische verbinding heeft opgenomen in het streekplan. De faunapassage is ontworpen voor doelsoorten die in de gebieden aan weerszijden van de weg voorkomen en waarvoor de weg een barrière vormt. Voor vogels is de weg nauwelijks een barrière. Zoogdieren zoals marterachtigen, eekhoorn, muizen, spitsmuizen worden in de bossen van Landgoed Oosterheide en de Vrachelse Heide verwacht. Een faunapassage die wordt ontworpen op deze soortgroepen zal een meerwaarde leveren in het kader van ontsnippering van leefgebied. Het bos van Landgoed Oosterheide wordt naar verwachting gebruikt als overwinteringsgebied door amfibieën, die het nabijgelegen water langs de Burgemeester Materlaan en enkele poelen als voortplantingswater gebruiken. De Bredase weg vormt geen barrière tussen overwinteringsgebied en voortplantingswateren, zodat een faunapassage niet direct vanuit deze soortgroep wordt gemotiveerd. De passage dient aan beide zijden een ecologisch vervolg te krijgen, omdat de werking anders verloren gaat. Voor de locatie van de faunapassage tussen het landgoed Oosterheide en de Vrachelse Heide zijn verschillende mogelijkheden. De locatiekeuze wordt feitelijk bepaald door de mogelijkheden. Haalbaarheid van het agrarisch gebied, bebouwing tussen de Bredase weg en de Vrachelse Heide. Van belang hierbij is dat er voldoende landschapelementen zoals houtsingels, ruige bermen en eventueel sloten zijn waar dieren zich langs kunnen verplaatsen. De daadwerkelijke inpassing is vooral gekoppeld aan de mogelijkheid van verwerving van aangrenzende percelen. Daar moet immers de in- en uitgang van de passage worden gemaakt, bij voorkeur ecologisch ingericht. De gemeente wil de faunapassage tussen de gemeentegrens en de Burgemeester Materlaan. De exacte situering dient in een later stadium nader afgestemd te worden.